Water. Het is zo gewoon voor groot en klein. Het komt gewoon uit de kraan. Komt er water? Of toch niet zo vanzelfsprekend? Op school leren we van communicerende vaten en waterdruk. Dan wordt duidelijk waarom die grote toren in de stad staat. Want je zag hem wel staan, maar wat er binnenin gebeurde, dat wist je niet. Watertorens vormen sinds het midden van de 19e eeuw een karakteristiek onderdeel van de gebouwde omgeving in Nederland. De bouw hield gelijke tred met de aanleg van waterleidingen. Eerst in de steden, later in de dorpen. Vanaf 1856 bouwde men ruim 260 torens ten behoeve van de centrale drinkwatervoorziening. Momenteel resten er nog zo'n 175 van deze watertorens, waarvan minder dan een kwart nog in gebruik is. De op twee na oudste toren van Nederland staat in de duinen bij Den Haag. In 1882 kon men al na een blikseminslag met gedeeltelijke herbouw beginnen. Na een ingrijpende verbouwing in 1990 is hij nog steeds in gebruik. Hetzelfde geldt voor de toren in Zwijndrecht, al is de dienstwoning er inmiddels wel uitgehaald. In Dordrecht is zijn overbuurman aan de andere zijde van de Oude Maas al lang buiten dienst. Buiten gebruik wegens buitenmodel? Ook in deze toren waren eerst dienstwoningen die later als kantoor en werkplaats werden gebruikt. Dordrecht kreeg een tweede toren, net buiten de stad. Maar ook die toren levert geen water meer. Juist onlangs kwam er een ingrijpende verbouwing gereed. Op de begane grond bevinden zich nu een horecagelegenheid en een ecologische winkel. Van zo'n winkel hadden ze in het stichtingsjaar nog nooit gehoord. Helemaal boven kan het publiek van het uitzicht genieten. Op die 9e etage kom je via trap of lift. In het trapgat geen waterbuizen meer, maar moderne kunst. Halverwege vinden we een kantoor. De blik over het fraaie polderlandschap rond Dordrecht is de beloning voor een flinke klim. Veiligheidsmaatregelen dwingen tot een niet zo fraaie brandtrap aan de buitenzijde. In Raamsdonkveer is de toren al vele jaren in het bezit van een firma die kunstwerken in gebouwen van bedrijven plaatst. Eigenlijk gebruiken ze de toren zelf alleen als blikvanger. Dat lukte, zo direct op de kruising van de A27 en de A59. Bergen-op-Zoom ging na 94 jaar buiten dienst. Bij de bouw was deze toren al ouderwets, zonder de uitkraging van de kop, zo typerend voor de torens van rond de eeuwwisseling. Men slaagt er maar niet in er nieuw een plooi voor te vinden. Waar zou de architect aansluiting bij gezocht hebben? Moest het een beetje op een kerktoren of op een kasteeltoren lijken? De 42 meter hoge toren van Breda dateert van 1893. De watertorenarchitect J. Schotel, hij ontwierp er wel 25, plaatste een 500 kubieke meter groot reservoir bovenin. In 2001 onderging de toren een verbouwing tot kantorenflat. Waarschijnlijk, uit respect voor het oorspronkelijk bouwwerk, beschouwt men de kantoren als gasten binnen de muren. De toren van Rotterdam is ook al niet meer in gebruik.
In 1873 bouwde men dit 44 meter hoge en in verhouding wel erg brede gebouw en plaatste er een vat van 1500 kubieke meter in. De zuivering van het Maaswater gebeurde in bassins aan de voet van de toren. In kleine gebouwtjes waren filters geplaatst. Nu is het een bekend horecacentrum geworden. Naast elkaar vindt men er een café-restaurant en een wat informeler eethuis. Roosendaal kreeg in 1887 zijn eerste toren en in 1916 het huidige exemplaar. Inkwartiering van het leger en een stroom Belgische vluchtelingen waren de directe aanleiding tot capaciteitsvergroting. Er staat nog water boven in de bak, maar hoe lang nog? Op Monumentendag kon men de toren bezoeken en kennis nemen van de creatieve ontwerpen van natuurlijk ronde appartementen. Maar van realisatie is voorlopig geen sprake. Welke buur wil nu aankijken tegen zo'n lelijke buitenbrandtrap als in Dordrecht? Als deze jongeman groot is, zal hij met meer moeite dan wij nu aan zijn kinderen moeten uitleggen waarom men vroeger zulke torens bouwden.